De overstapjes en de hakjes die je hebt gedaan, dat waren allemaal wel functionele dingen. Vandaag was het niet zo heel functioneel, denk ik. Ja, Serginho, gefeliciteerd. Als je niet naar deze wedstrijd hebt gekeken en je kijkt naar het scoreverloop, denk je van wat is er in hemelsnaam in de eerste helft gebeurd? Jazeker. In de eerste helft hadden we het met sommige fases nog best wel lastig. En in de tweede helft kwam het eruit omdat zij het niet meer vol konden houden. En wij speelden ook wat beter. Hoe kwam dat het de eerste helft zeg maar, net niet lukte allemaal? Ik denk dat wij als team niet goed genoeg communiceerden. En daardoor was Diemers van hun was vaak vrij. En dat hadden we beter moeten oppakken. Ze kwamen zelfs nog aan voetballen toe af en toe? Ja, daarom. Dus de communicatie was gewoon niet goed. En daardoor hadden zij meer ruimte. Ik heb iets meegemaakt wat ik echt in tijden niet heb meegemaakt. Een fluitconcert na de rust. Heb je dat gehoord? Nee. Van de tribunes? Nee, ik weet het niet meer. Nee, ik heb het niet. Mocht het zo zijn dat het over het spel ging voor jullie, vond je dat dan terecht? Ja, we moesten sowieso wel op voorsprong komen tegen Fortuna. Want wij zijn Ajax en we zijn gewoon een van eigenlijk de beste club van Nederland. Dus ik begrijp wel dat ze boos zijn als wij geen doelpunten maken. Wat vond je van je eigen spel vandaag? Ik was er niet echt tevreden over. Ik vond dat ik wat scherper moest zijn. Verdedigende situaties. En het was niet slecht, maar het was ook niet goed. Dus, De overstapjes en de hakjes die je hebt gedaan, dat waren allemaal wel functionele dingen? Vandaag was het niet zo heel functioneel, denk ik. Nee. De trainer daar nog wat van gezegd? Of? Nee, niet over die hakjes. Nee. Ja, ben je al met al een beetje tevreden over vanavond? Ja, wel over de 3 punten en de doelsaldo, dat wel zeker. Alleen over mezelf ben ik niet tevreden. En, het is gewoon aan mij de taak om weer te laten zien dat ik het de volgende wedstrijd wel kan doen. Quincy, 3 goals. Wanneer ga jij je eerste goal voor Ajax maken? Nou, dat weet ik niet. Ik hoop heel snel. Ja, als ik jou zo'n speler denk, van die gaat er binnenkort eentje inschieten. Soms heb ik dat gevoel ook, maar het gebeurt nog net niet. Hey, je staat nu vaak in de basis. Er komt natuurlijk meer bij kijken, ook dit soort dingen. Vind je het een beetje leuk om zo geïnterviewd te worden na een wedstrijd? Of heb je zoiets van, ik ga lekker naar huis toe? Nou, soms is het wel leuk, maar soms wil ik ook naar huis. Dan wil ik gewoon even rusten en gewoon mijn hoofd leegmaken. Ja. Maar ja. Wil je nu je hoofd leegmaken? Nu wel, ja. Houden we mee op. Hey, gefeliciteerd man, dankjewel. Ja.